Het wordt steeds belangrijker om de oorlog te blijven herdenken, zei Wim de Leur, voorzitter van het Papendrechtse 4 en 5 mei-comité op de begraafplaats aan de Admiraal de Ruiterweg in Papendrecht. Daar waren woensdagmorgen leerlingen van groep 8 van de Knotwil om het oorlogsmonument over te dragen aan groep 7 van het Kofschip. Dit monument is er om ervoor te zorgen dat we er toch ook constant aan blijven denken. We hebben bloemen neergelegd. We zijn gaan praten over Anne Frank enzovoort. En we hebben hele zielige liedjes gehoord. Het is eigenlijk, dat doen we echt heel weinig. En ja, het is wel bijzonder hoe je dan dit merkt en ja. Je hebt ook gehoord misschien hoe belangrijk het is om nog over de oorlog te blijven praten. Wat vinden jullie daarvan, dat je daar bij stil moet blijven staan? Ja, heel mooi gewoon dat je weet wat er gebeurd is. Ja, en het is mooi dat wij gewoon in een vrij land zijn, maar alle mensen in Oekraïne niet. Het is wel belangrijk om stil te staan voor de mensen waarvan hun leven is afgepakt eigenlijk. Ja. Ja. Besef je dan misschien ook een beetje hoe goed je het zelf hebt? Ja, gewoon best wel goed. Ja? Ja. En tot slot wil ik straks, als meneer de Leur gesproken heeft, Jason Epping en Sophie Lammers alvast uitnodigen om samen met de wethouder de krans te gaan leggen. Dank jullie wel allemaal. Ja, de adoptie van het oorlogsmonument, en dat vinden we erg belangrijk in Papendrecht. En dat is ook meteen eigenlijk de start van alles wat er gebeurt rondom 4 en 5 mei. Ja. En je ziet dat de kinderen van de groepen 7 en 8, dat die zich inzetten om te laten zien van wat is het nou voor ons, wat betekent het en hoe zij dat ervaren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, en waarom vindt u dat zo belangrijk? Of waarom is dat zo belangrijk? Ja, vrede is niet vanzelfsprekend. En natuurlijk dachten we allemaal na de Tweede Wereldoorlog van dat gaat nooit meer gebeuren. Maar het gebeurt wel. Het is de actualiteit van vandaag. En het is ook heel dichtbij ook in ons land. Hè, met de opvang van de Oekraïne en de vluchtelingen die we hebben. Dus ik denk dat het heel goed is voor de jeugd die de toekomst heeft. Om zich dat te realiseren en dat zij dat kunnen beïnvloeden. Ja, is het dan misschien ook met de voorbeelden die u noemt juist nog belangrijker geworden dan dat het al was? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het dichterbij is geworden en het is zichtbaar geworden. En in Nederland hebben we het natuurlijk relatief heel goed. In Papendrecht hebben we het in ieder geval behoorlijk goed. En ik denk als je ziet dat anderen dat niet hebben en dat het daar niet vanzelfsprekend voor is. En dat het zomaar in je eigen land kan gebeuren. Dat het misschien wel wat doet met je.